Mevrouw Van Haafden, we praten over opdrachtfilms die de provincie elk jaar laat maken. Waarom? We zijn bezig met het programma Schatten van Brabant al een paar jaar. En Schatten van Brabant legt de verbinding tussen het verleden en het heden. En als je iets wil doen met dat verleden, dan moet je het natuurlijk beginnen met vast te leggen. En dat kan niet beter dan met films. He, films is een van de manieren om dat vastleggen vorm te geven. En daarin zie je hoe filmmakers zich laten inspireren door het verleden en daar op een moderne manier mee omgaan. We hebben dit jaar weer 6 prima films waar heel mooie combinaties in zitten van dat verleden met het heden. Noem eens iets wat u gezien hebt. Nou, bijvoorbeeld een film waarin je ziet hoe topmuzici bezig zijn om zich te laten inspireren door dat verleden, door oude gebouwen, door oude industrie. Een ander mooi voorbeeld van een van de films die we dit jaar in het programma hebben, is een film die vertoond kan worden in de bus. Dus terwijl je door Brabant rijdt, zie je op de film hoe dat gebied of die straat vroeger eruit zag. Nou ja, dichterbij kun je het bijna niet brengen. Wat gebeurt er met al die films? Elk jaar worden er meerdere films gemaakt met dit motto. En die films zijn voor iedereen beschikbaar. We lenen ze heel graag uit, want dat inspireren vanuit het verleden, dat bezig zijn met de identiteit van Brabant. Ja, we hebben natuurlijk het liefst dat zoveel mogelijk mensen dat doen. Dus iedereen kan die films gebruiken. En niemand weet hoe oud dat is. Want er staat al wel op 750 man. Met het huidige kabinet staat cultuur onder druk. Wat betekent dat voor dit initiatief? Ik zou heel graag doorgaan met deze formule en met het programma Schatten van Brabant. Maar ja, we hebben tussendoor nog verkiezingen. En de afweging om wel of niet door te gaan, die ligt in de volgende bestuursperiode.